Ja. Wat vond je van het Friese publiek? Ik vind het Friese publiek al geweldig sinds ik Foppe de Haan ken. Foppe de Haan? Ja, ik heb toch getraind met Nederlands elftal toen met Foppe de Haan. Dus dat weet je niet. Foppe de Haan treedde de Nederlands onder de 21. En toen heb ik 2 keer meegetraind. Dat meen je? Ja, man. Dus ze zinnen, weet ik zelfs, was het ook weer? Dus, in Friesland is het berengezellig en een groot feest of zo. Berengezellig. Ja. En een groot feest of zo. Een groot feest. In Friesland is het berengezellig en een groot feest. Dat ken ik allemaal. Ik had jou gisteren ook geïnterviewd, dat was voor de radio. Ja. En we doen maar even een korte herhaling van ons leuk gesprek wat we gisteren hadden. Goed. Dus het hoeveelste optreden had je nou vanavond? De 78 of zo? Nee, dat is de 70ste. En je zou de 80 doen? Ja. Zit je nou ook echt af te tellen van hé, gelukkig is het bijna achter de rug? Nee, want als het achter de rug is, dan is het voorbij. Dat is niet leuk. Nee, maar dan wacht Dubai of Aruba. Heb je al een keuze gemaakt? Nee, nog steeds niet. Er wordt nu nog steeds gezocht naar een hotelkamer op Aruba. Dus als iemand zit te kijken en die zegt, ik ken nog iemand met een hotelkamer op Aruba aan het strand, bel me eventjes. Wat is je nummer? Ja, dat kun je vinden op mijn website. Dat kun je gewoon via mijn management. Sta je ook op Hives? Ik sta op Hives. Oh, dan maar kunnen ze daar even een berichtje achterlaten. Dat zou ik niet doen, want dan worden 206.000 berichtjes op een dag gestuurd. En dan is het heel lastig vinden zo'n berichtje. Dit heeft prioriteit. Dus stuur het met een telegram of met, hoe zeg je dat? Dat je post stuurt en dat ik het betaal. Allemaal goed. Als je een hotelkamer van mij hebt in Aruba. Nou, bij deze heb je het oproepje gedaan. Het gaat vast helemaal goed komen. Waarom heb je nou deze theatershow gedaan eigenlijk? Wat is de reden hierachter? Ik vind het leuk om in theater te staan omdat je kunt muziek maken, je kunt grappen vertellen, je kunt verhalen vertellen. Alles wat je doet wordt uitvergroot door decor en licht. Als je een liedje wilt hebben dat een beetje intiem overkomt, dan kan je spots aanzetten, lichten uit, warme kleuren en ja, alleen al vanwege de sfeer kom je in een bepaalde emotie terecht. En dat is prachtig van theater. Dus theater is, mensen zitten, er is respect, want er wordt geluisterd naar wat je zegt. Het is anders dan een festival, iedereen gewoon la 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 la. Hier wordt geluisterd en er is echt een mooi. Theater is intiem, theater is mooi, ik vind het leuk. Hey, en die twee jongens die je erbij hebt, hebben die gewoon mazzel gehad omdat ze goede vrienden met jou waren of hebben ze echt auditie gedaan? Nee, ze hebben talent en ze hebben tot een zekere hoogte niet audities gedaan. Ze hadden audities gedaan zonder dat ze het door hadden. Ik ben gewoon met ze omgegaan en toen ben ik gaan kijken hoe goed ze waren en het zijn de beste. Het zijn hele goede zangers, absoluut. Maar het waren geen oude vrienden van vroeger? Jawel, ze zijn, Gio niet. Gio ken ik wel al lang, al heel lang. Brownie ken ik sinds kort, dat is een jong talent die ik heb. Die kom je tegen als je gewoon je ogen ervoor open houdt. Dus jij bent een beetje een talent scout ook inmiddels? Nou, misschien dan mag je het wel zeggen als je ziet dat ik een platenmaatschappij heb waar ook Jesser getekend is. En Daryl en Shaq, dat zijn allemaal hele populaire rappers onder de jeugd. Ja, misschien dat zou je wel kunnen zeggen, maar goed, het is misschien ook wel heel arrogant om dat over jezelf te zeggen. Nou, dat mag je best zeggen, toch? Ja, dat zeg ik of het komt heel arrogant over, maar goed. Nou, dat valt best mee. Hey, en wat vind jij nou van het hele Marco Borsato gate? Ja, wat moet ik zeggen van Marco Borsato? Ik weet er niet veel vanaf. Ik maak er een grapje over in de show en mensen kunnen erom lachen in elk geval. Ik heb Leontien wel gezien en die zag er redelijk sterk uit. Maar ja, je weet niet wat er thuis is. Ik heb wel gehoord dat hij echt keihard aan het verf is en het stukken door aan zijn nieuwe kantoor. Ik gun Marco echt het allerbeste, want zo heb ik Marco leren kennen dat hij heel veel mensen alles gunt. En, misschien kan hij nou eens bij jou optreden. Dat hij bij mij ook. Nee, zo slecht gaat het nog niet met hem. Oh, gelukkig. Nee. Nou, en wat zijn de verdere plannen na deze show? Nou, ik ben druk bezig met met een film. Een film? Ja. Goed, daar kan ik weinig over vertellen. Hé, wat jammer nou. Ja, nou goed, we zitten nog echt in de beginfase, in het beginstadium. Ik ga een nieuwe theatershow schrijven, dat is zeker. Ik ga een cd uitbrengen, een album. Ik ga televisie maken waarschijnlijk.
televisieprogramma. Bij Joop van den Ende? Een televisieprogramma bij Joop van den Ende? Ja. Weet ik niet, weet ik nog niet. Ik ben gewoon, daar wordt druk over, ik krijg allemaal aanbiedingen. En ik bekijk het allemaal lekker op mijn gemak. En, ja, ik zie het allemaal wel. Ik ben gewoon heel dankbaar voor alles wat ik heb. Meer niet, geniet van het leven. En ja, that's it. Goed zo. Hey, en je hebt het niet over Deepak Chopra gehad. Heb je nou ook wel eens dat je wat dingen weglaat, dat je een beetje improviseert? Want gisteren voor de radio zei je dat je ook over Deepak Chopra praatte. Nee, ja. En sorry dat je onderbreekt, maar ook over dat ene boek, hè? Een Nieuwe Aarde. Maar daar heb ik je niet over gehoord. Nou, het eerste boek van Eckhart Tolle, dat komt voor in het einde. Eén hoofdstuk in het boek van de kracht van het nu. Voor Nieuwe Aarde was de kracht van het nu. Ken je dat boek? Ja. Nou, dat boek, dat in het einde, als je dat begrijpt, is dat dat gaat over de intelligentie van een baby. Dat die eigenlijk super intelligent is en helemaal in het nu leeft. Als je ziet wat een ontwikkeling een baby maakt in zijn eerste jaar. Weet je, we zien het als schattig, maar we mogen er ook best wat bewondering voor hebben. Want er zit een hele... En het kind leeft helemaal in het nu. Het heeft nog geen ego. Weet je, hoe ouder je wordt, je denkt dat je groeit. Maar in principe, qua open mind, krimp je. Weet je, hoe ouder je wordt, je groeit qua lichaam, maar mind, krimp je. Dus hij is eigenlijk veel groter qua mind, veel open-minded dan baby. En daar gaat het einde over. Dit is diep. Shit, man. Je hebt me toch voor elkaar gekregen dat ik het voor de camera zeg. En nu weten mensen het. Nu heb ik het einde van de film verklapt. Nu? Haha. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk dat je toch nog even tijd hebt vrijgemaakt voor Omroep Mercurius. Want je gaat zo meteen weer helemaal terug naar Almere nog. Je hebt trouwens niks over Almere Buiten gezegd. Wat voor mensen wonen daar dan? In Almere Buiten? Nee, je had het over muziekwijk en noem het maar op, maar Almere Buiten heb je niet genoemd volgens mij. Nee, daar woonde ik niet. Dus ik heb het over plekken waar ik woonde. En dat hoorde niet bij de wijken? Nee. Die hebben buurten. Bloemenbuurt en faunabuurt en weet ik veel wat voor buurt allemaal. Almere stad, dat is van de wijken. Oké, hey, en hoe oud is je zoontje nu? Hij is, gisteren was hij 11 maanden. 11 maanden. Heb je het alweer met je vrouw over nummer 2 gehad? Ja, en nummer 3. Echt waar? Ja. Op hoeveel hoop je? Op mij ligt minimaal 5. Maar het liefst geen meisjes? Nee, natuurlijk wel. Is er ook grappen in de show, schatje? Dat weet ik. Dat is Friese humor hier, hè? Nou, weet je, we hebben hier ook nog twee meisjes. En die zijn een beetje verliefd op een van die jongens. Ja, Gio. Is die hier ook nog? Ja, ik ga die zo wel even roepen. Nou, het gaat helemaal goed komen dus. Nou, Ali B, dank je hartelijk voor dit interview en nog een hele goede reis terug naar Almere.